en weerbaarheid. Nederland is een open en internationaal georiënteerd land. En tegenover deze openheid staat een grote en ook groeiende kwetsbaarheid voor bijvoorbeeld statelijke dreigingen, ongewenste beïnvloeding, verstoring van vitale infrastructuur en ook militaire dreiging. En dat vraagt om een gecoördineerde aanpak tussen ons, binnenlands, maar ook buitenlands, en het hele beleid ten aanzien van het binnenland en het buitenland. En vandaar dat in het coalitieakkoord is opgenomen om een nationale veiligheidsraad in te stellen waar we dit soort onderwerpen in samenhang kunnen bespreken. Naast strategische besprekingen is de Nationale Veiligheidsraad ook bedoeld om in tijden van crises, nationaal of internationaal, ook snel bijeen te kunnen komen. En daarmee kan op elk moment door mij in mijn hoedanigheid als minister-president deze club bijeen worden geroepen wanneer een actueel onderwerp of een internationale gebeurtenis daarom vraagt. In de ministerraad hebben we aansluitend onder meer gesproken over de ontwikkelingen in Oekraïne. De oorlog daar heeft niet alleen vreselijke consequenties voor de inwoners van het land zelf. Denk ook aan de recente grootschalige Russische aanvallen op de water- en elektriciteitsvoorziening met, laten we duidelijk zijn, grote gevolgen voor het dagelijks leven van heel veel mensen in Oekraïne. Daarnaast heeft het ook een grote impact op de geopolitieke verhoudingen. Op hardhandige wijze worden wij, zeker in het Westen, waar oorlog lang een ver van ons bedshow leek te zijn, eraan herinnerd dat vrede en veiligheid geen vanzelfsprekendheden zijn. Ook niet vlak bij onze voordeur. Het is en blijft van groot belang dat we Oekraïne blijven steunen, humanitair, militair en ook financieel. En we moeten er ook voor zorgen dat we druk houden op Rusland, bijvoorbeeld door middel van onze internationale sancties. Vandaag hebben we de eerste aanzet gemaakt voor modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel. Nu het ernaar uitziet dat de sancties langere tijd van kracht zullen zijn, is het nodig om ook deze stap weer te zetten. Dan, de oorlog werpt ook een schaduw op de VN-klimaatconferentie die volgende week begint in Sharm el-Sheikh in Egypte, de zogenaamde COP27. Door de geopolitieke spanningen, niet alleen door de oorlog in Oekraïne, maar ook door de verslechterde relatie tussen China en de Verenigde Staten, staat die top onder druk. En tegelijkertijd is het urgenter dan ooit om snel afspraken te maken over het vraagstuk van de internationale mondiale klimaataanpak. Je zou kunnen zeggen, die is eigenlijk nog nooit zo groot geweest als op dit moment. Overal ter wereld zien we op dit moment extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven, bosbranden en overstromingen, die enorme gevolgen hebben voor deze landen, maar ook voor onze biodiversiteit en bijdragen aan een enorme vervuiling. De meest recente rapporten en bevindingen van het VN-klimaatpanel, het IPCC, maar ook de WMO, dat is de wereldwijde, het wereldwijde KNMI, die maken duidelijk dat we geen tijd te verliezen hebben. Een lichtpuntje is dat het volgens dat IPCC mogelijk is om in alle sectoren de emissies met tenminste de helft terug te brengen voor 2030. Maar dat vraagt dan wel dat landen nu actie ondernemen om sneller die transitie te maken naar een duurzame economie en een duurzame energieopwekking. In Nederland is daarvoor uiteraard ook de ambitie om dat op deze top verder te bereiken. Alles erop gericht, er moet harder worden gewerkt aan de belofte om het 1,5 graden doel binnen bereik te houden. En dan gaat het niet alleen om mitigatie, maar, en dat is ook een klassiek Nederlands thema, dan gaat het ook om adaptatie. En daarom zullen we oproepen om meer te doen om de blijvende gevolgen van klimaatverandering zo goed mogelijk op te vangen en ook armere landen hierin te blijven steunen. Ik heb daar vandaag een artikel over gepubliceerd samen met Macron van Frankrijk en Macky Sall van Senegal. Ik ben er zelf bij begin volgende week, maar alleen aan het begin. Vervolgens zal Rob Jetten, maar ook Sigrid Kaag, Liesje Schrijnemach en Mark Harbers zullen namens Nederland op allerlei verschillende dagen deelnemen aan de COP27. RTL. Meneer Rutte, wat heeft het kabinet doen besluiten om eind het jaar excuus aan te bieden voor het slavernijverleden? Het enige wat ik kan zeggen is dat we vandaag over gesproken hebben. En de uitkomst van de discussie die gaat inderdaad eind van het jaar zichtbaar worden. Maar wat die is en op welk moment, dat ziet u dan pas. Maar minister Weerwind heeft al gezegd, het klopt, er worden excuses aangeboden. Wat hij heeft gezegd is dat hij hoopt dat vandaag de discussie die richting op zou gaan. Nou, hij zei er een zinnetje voor dat hij bevestigde dat de excuses worden aangeboden. Volgens mij, ik heb het helemaal teruggelezen, zegt hij. Ik heb het samen met hem teruggelezen dat hij blij is dat die discussie zo hoog op de agenda staat. Oké, hij hoopt het. Is zijn hoop ijdel?
Ik kan er niks over zeggen. Dit wordt pas bekendgemaakt, het wordt bekendgemaakt. En wat dan dit is, ziet u ook pas op dat moment. En als de excuses worden aangeboden, wie gaat dat dan doen? Uzelf? De koning? Maar dat is de als-dan-vraag. Het moet eerst zeker? Moet blijken of we het gaan doen. Wat is de overweging? Ja, maar het heeft niet zoveel zin om een kabinetsbesluit, waarvan ik niet kan vertellen wat het precies is, ook niet wanneer het naar buiten komt en in welke vorm, om daarover te gaan speculeren. We moeten kortom nog even wachten tot december. Ja, half december hopen we meer te weten. Hoopt u meer te weten of kunt u het dan pas zeggen? Dan is er een combinatie van besluitvorming en mededeling. Hoe is de discussie verlopen in het kabinet? Want tal van steden zijn het kabinet al voorgegaan. Ja, maar dat stelt dus de vraag naar of we wel of niet vandaag besluit hebben genomen of eerder of in de toekomst. En daar zeg ik pas iets over als we zo'n besluit naar buiten brengen. Als u het besluit naar buiten brengt, maar is er vandaag al een besluit genomen of alleen discussie gevoerd? En er is vandaag een besluit genomen. Er is vandaag een besluit genomen. En ontkent u dan dat excuses worden aangeboden? Nee, ik zeg daar niks over. Wij komen pas met besluiten naar buiten op het moment dat ze naar buiten komen. Waarom wilt u er niks over zeggen? Omdat het mij passend lijkt dat, mocht het zo zijn wat men denkt, om dat ook op een passende wijze te doen. Dat het een beetje op een formele manier moet en niet gewoon in de persconferentie? Bijvoorbeeld, als het zo zou zijn dat de berichten kloppen. Dank. Meneer Rutte, is 200 miljoen euro niet een beetje veel geld voor geschiedenislessen over slavernij? Ook dat raakt aan besluitvorming die we nog niet naar buiten brengen, waarvan ik ook niet kan zeggen of die in die vorm zich voordoet als men nu suggereert. Vindt u het bijvoorbeeld ook acceptabel dat er naast 200 miljoen voor geschiedenislessen ook nog herstelbetalingen worden verstrekt door Nederland? Ik ga nu niet verder in op de berichtgeving gisteren over het ontslavernijverleden. We komen echt met mededelingen erover nog dit jaar, dat kan ik u zeggen. Maar er was ook aanvankelijk geen voornemen om excuses aan te bieden. En nu komen nu ook... waarom mag Nederland niet gewoon weten wat het kabinet aan het besluiten is op vrijdag? Omdat het soms zo is dat je besluiten, als die zijn genomen, op een manier ook wilt presenteren aan de samenleving die passend is bij het karakter van de situatie. Ja. Vindt u het ook passend om 200 miljoen voor geschiedenislessen uit te trekken, terwijl alle MKB-bedrijven, bakkers bijvoorbeeld, momenteel kopje ondergaan omdat ze de energiecrisis niet gaan overleven? Er zijn twee verschillende kwesties. Op dat eerste punt geef ik verder geen commentaar. Op het tweede punt geldt dat wij natuurlijk proberen om bedrijven die energieintensief werken en daarmee ook te maken hebben met de hoge energieprijzen, die overigens gelukkig wel weer lager zijn dan op de piek van augustus, om die goed te ondersteunen. Ziet u niet de discrepantie en misschien ook het onbegrip in de samenleving dat veel MKB-bedrijven op dit moment, omdat ze moeten wachten tot april, met grote acute financiële problemen te maken hebben? En ze zien tegelijkertijd dat er voor het aankleden van excuses voor slavernijverleden 200 miljoen euro worden uitgekeerd. Nogmaals, dat zijn echt twee verschillende dingen. Ten eerste, ik zeg even niks over die wel of niet excuses en in welke vorm en... ook de andere kwesties die daarover in de media te zien zijn, dat laat ik even onbesproken. Maar ten aanzien van het midden- en kleinbedrijf ben ik het met u eens. Het is van groot belang dat we die ondersteunen. Het feit dat het pas in april kan, is omdat het tijd kost voor de uitvoering. Dat hebben we ook gezien bij corona, dat het soms maanden duurt voor het kunt uitkeren. Het is niet zo dat het niet met terugwerkende kracht gebeurt. Het gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 november. En in de tussentijd zijn afspraken gemaakt met Belastingdienst en banken om bedrijven te ondersteunen in hun liquiditeitspositie. NOS en dan zelfde onder... Ja, premier Rutte, wat was het standpunt ten aanzien van het slavernijverleden tot vanmorgen van het Nederlands kabinet? Hoe kijkt u aan tegen die... Ja, maar al die vragen zijn in de context van de berichten. Ja, maar we hebben er heel veel over gesproken, ja, ook in het verleden. U kunt zelf keurig netjes opdissen wat we allemaal in het verleden... wat ik erover heb gezegd en anderen, dat doet u ook terecht en dat hoort ook zo. Of en in welke vorm en ook financieel, et cetera, dat gebeurt echt pas op het moment dat het gebeurt. Snapt u de roep vanuit de samenleving en de politiek om ook in ieder geval zo'n excuus in overweging te nemen? Ja, die snap ik. Waarom dan? Daar ga ik verder niet op in, want alles wat ik daar dan over zeg ligt natuurlijk in het kleurbad van de berichtgeving als zouden daar besluiten over genomen zijn. Ja. Nou, ik kan u mededelen, er zijn besluiten genomen, maar welk besluit, dat zien we pas als het naar buiten komt. Ja, het is geen onbelangrijke kwestie, merk ik ook aan de manier waarop u antwoordt. U wil daar op een gepast moment mee naar buiten komen. Dat is precies het punt, ja. Ja, volgend jaar is het 150 jaar geleden dat slavernij is afgeschaft. Is dat ook de reden dat u op dit moment daarover spreekt? Wij spreken erover omdat er al langer een discussie gaande is in de samenleving en ook in de politiek over dit vraagstuk. Die is natuurlijk nog eens een keer versterkt
na de verschrikkelijke moord op George Floyd in 2020. De discussies ook daarna die breed in de samenleving hebben gespeeld, ook rond de campagne voor de laatste Tweede Kamerverkiezingen, posities van partijen. Je ziet ook dat het denken op allerlei plekken verder verschuift. Maar waar dat precies toe leidt, en ik kan wel zeggen wanneer we daarmee komen is in december, maar wat het dan precies is, dat zal dan blijken. Ja, we hebben dat verschuiven in denken ook bij u gezien. Eerst voelde u er weinig voor. We hebben u eerder dit jaar horen zeggen, we gaan er een besluit over nemen. Wat heeft dat denken aan het gang gebracht? Dat wil ik allemaal beantwoorden, maar dan vind ik het echt belangrijk dat eerst het kabinet naar buiten kan komen met het besluit. En dat besluit en ook die hele overweging is ook een poging om tegemoet te komen aan die roep in de samenleving. Het is in ieder geval uiteraard een reflectie van het maatschappelijk debat wat ook gaande is, breed gaande is. Helder, dank u wel. Even aansluiten, als mag. Niet om flauw te doen, maar minister Weerwind zei voor de ministerraad dat hij het een heel mooi gebaar vond. En na afloop nam hij die woorden wat terug. Is de minister op zijn vingers getikt omdat hij de boel een beetje te vroeg verklapt heeft? Nee. Maar waarom dan die verandering in de woordvoering? Hij heeft volgens mij precies gezegd wat ik helemaal begrijp vanuit hem en ook hem persoonlijk. Want het is een onderwerp wat ons allemaal natuurlijk raakt. Maar ik snap ook heel goed Frank Weerwind daar natuurlijk in het bijzonder ook een betrokkenheid bij voelt. En wat hij volgens mij vanmorgen uitsprak was zijn hoop op een besluit in de richting waarvan de geruchten gisteren gingen. Maar na de ministerraad mocht hij dat niet meer zeggen? Omdat het toen ging over de vraag of er een besluit was genomen. En dat zal blijken in december. Welk besluit dat is. Ik kijk nog even verder rond. Op ditzelfde thema nog of andere thema's? Dan BNR en aansluitend Brusselse Nieuw. Toch nog even over het stikstofdieptepunt deze week. Waar was u? We hebben u nog niet gehoord. En hoe heeft u het zelf ervaren? Ja, dat vind ik voor die sportvragen, daar kan ik niet zoveel mee. We hebben natuurlijk gewoon te dealen met rechtelijke uitspraken. En dat doet het kabinet ook. Dus daar hebben wij uiteraard in de aanloop naar woensdag intensief contact over gehad. Op woensdag zelf zijn er allerlei overleggen geweest. En u heeft gezien dat wij daar op terugkomen richting eind van de maand op basis van een nadere analyse. Ja, en wordt dit chefzaggen? Want dit is zeer schadelijk voor de Nederlandse economie. Nou ja, er zijn twee dingen die ik steeds in de media terug zie komen de afgelopen maanden over allerlei onderwerpen. Het woord chefzaggen en Rutte moet het in Europa regelen. Nou, op beide dingen wil ik iets zeggen. Op chefzaggen geldt dat ieder kabinetslid er altijd op kan rekenen dat als er dingen in het kabinet niet lopen of te traag zijn en de besluiten moeten worden genomen, dat ik help. Het is niet zo dat ik daar mijn portefeuilles overneem, dat gaat ook niet. Ministers zijn daarvoor verantwoordelijk, maar uiteraard ben ik bij alle belangrijke besluiten direct of indirect betrokken. En dan ten aanzien van Europa, dat is ook zo'n sfeer van nou, als Rutte nou maar in Europa met de vuist op tafel slaat, hij zit er al zo lang, dan zal het wel opgelost worden. Als dat zo was, had ik dat al lang gedaan. Ja, neemt u het zichzelf kwalijk dat het zo uit de hand is gelopen? Want het kabinet heeft zichzelf al volledig klem gezet met al die geitenpaadjes. We hebben eerder gezegd dat die hele aanpak, programmatische aanpak stikstof uit 2015, afgewezen door de Raad van State uit 2019. Dat als zoiets gebeurt, dat natuurlijk in de eerste plaats ook de voorman raakt. En dat ben ik zelf. Heeft u zelf nog gebeld met Brussel? Ik ga niet met u in, dat kan niet, over welke contacten er achter de schermen zijn. Maar dan is het nooit één telefoontje. Even Sharm el-Sheikh, is die top gedoemd te mislukken? Nu Rusland en China hebben natuurlijk helemaal geen zin om samen te werken. Hoe kijkt u daarnaar? Nee, ik denk dat het kan slagen. Maar dat zal een uiterste krachtsinspanning vragen. Dus daar zijn we druk mee bezig achter de schermen. Afgelopen maanden, er zijn gesprekken geweest met Afrikaanse leiders in Nederland. Het was ook denk ik zichtbaar voor de media, was ook een persmoment. Wat ik zelf bij betrokken een aantal maanden geleden. Er zijn ook daarna veel contacten geweest. Ik heb zelf ook gesproken met veel Afrikaanse leiders. Zowel in New York als bij de VN. Als ook telefonisch. En Rob Jetten is zeer actief. Popke Hoekstra, Buitenlandse Zaken. Maar de Afrikaanse leiders die zeggen, u moet betalen. Het Westen moet betalen voor de schade. De vervuiler betaalt. Er liggen een paar vraagstukken. In de eerste plaats ligt er het vraagstuk dat Afrika zegt, op het moment dat wij ook nu onze economie gaan ontwikkelen, zegt het Westen, je mag dat niet meer doen op de manier waarop jullie het hebben gedaan, door te vervuilen. En om dat probleem op te lossen en meteen ook een energietransitie in Afrika mogelijk te maken, dat vraagt ook financieel ondersteuning. En Nederland is bereid eraan bij te dragen. Ook die schade ook, van... Even de vorige vraag, anders wordt het rommelig. En dat betekent ook dat je kijkt van hoe kun je nou zo goed mogelijk bijvoorbeeld middelen die we hebben voor ontwikkelingssamenwerking daarvoor inzetten. Waarbij natuurlijk in Nederland in het bijzonder ook kijkt naar het vraagstuk van klimaatadaptatie, omdat we er heel veel kennis over hebben. Ja, maar ze willen ook nog schadevergoeding, misschien 300 of tot 600 miljard per jaar van het Westen. Is Nederland bereid om te betalen? Nou ja, dit soort bedragen zijn natuurlijk enorm. Maar op zichzelf, dat Afrika zegt, luister, er is geld nodig voor die klimaattransitie, zodat wij een ontwikkeling kunnen doormaken die het Westen eerder heeft doorgemaakt, die snap ik.
dat men zegt er is ook gewoon bestaande schade die moet worden opgeruimd, snap ik ook. De bedragen die erbij genoemd worden, daar zijn we het natuurlijk niet meteen over eens. Oké, dat moet omlaag, het bedrag. Daar moet over worden gesproken. Maar überhaupt is het een vraagstuk wat we natuurlijk in de wereld moeten oplossen. En ook als westerse wereld. Dus het is ook van belang dat Europa zelf daarbij zo verenigd mogelijk kan optreden in Egypte. Ook nog even over klimaat, meneer Rutte, en ook over weerbaarheid. Over klimaat, u heeft een tijdje geleden op een persconferentie als deze wel eens gezegd dat de klimaatverandering een gevaar is voor het voortbestaan van het menselijk leven. Heeft u het gevoel dat we, nou ja, dat we op het pad zijn om die ramp te voorkomen? Of dat we slaapwandelend die afgrond inkukelen? Nee, zeker niet slaapwandelend die afgrond inkukelen. Ik denk ook nog steeds dat we het kunnen voorkomen. Als je ziet in bijvoorbeeld Europa en zeker ook Scandinavië en Nederland, de indrukwekkende economische groei die we hebben doorgemaakt, terwijl tegelijkertijd de CO2-footprint is teruggelopen, dan zie je dat het kan, maar het is niet voldoende. He, dus het in beeld brengen van de 55% tot 60% 2030, dat ziet u ook uit de laatste CAF, dat wordt nog een hels karwei om dat allemaal te bereiken. En in Europa als geheel zullen we er ook vreselijk hard aan moeten werken. En er zijn veel discussies, bijvoorbeeld met landen in Oost-Europa die nog heel erg afhankelijk zijn van kolen. Ook landen in Zuid-Europa, dat is een enorme discussie. Ja, ja. En wat maakt u optimistisch dat die ramp te voorkomen is dan? Als je gewoon kijkt, Financial Times had van de week zo'n mooi staartje, hoe snel de economische groei is toegenomen in ons land in de afgelopen jaren met zo'n 50%. En als je tegelijkertijd ziet hoe je de economische groei kunt realiseren met een geleidelijke afname van de CO2-footprint, dan kan het dus. Het kost geld, het vraagt enorme gezamenlijke inspanning. Het levert in Nederland, naar mijn overtuiging, ook heel veel toekomstige economische groei op. Omdat wij misschien wel de meest innovatieve economie van Europa zijn op dit moment. In ieder geval in de top 2-3 staan. Dus dat betekent dat alle technologie die nodig is om deze klimaatverandering en ook energietransitie mogelijk te maken, ook heel veel toekomstige groeimogelijkheden oplevert voor ons land. Dus het heeft enorme effecten op je CO2-uitstoot terugdringen. Het heeft ook enorme effecten op onze economische groeipotentieel. En het is ook de visie van het kabinet een van de grote transities waar we werken is dit land schoon doorgeven richting 2030. Op een manier dat tegelijkertijd ook een sterke economie is. Rob Jetten die zei net bij Touwtje dat hij eigenlijk wel een zware week verwacht. Hij is er in de tweede week. Vanwege wat Sofie net allemaal zei, wat er aan problemen op tafel ligt. U moet eigenlijk in de eerste week dan uw magie doen. Om te zorgen dat Rob Jetten de tweede week kan inkoppen. Wat is uw magie? Dat weet ik niet hoor. Ik geloof niet dat ik die magie bezit. Maar het gaat erom dat je met elkaar probeert bij die opening een toon te zetten. En ook achter de schermen heel veel gesprekken te voeren. Er zijn natuurlijk allerlei gesprekken worden ingepland nu. Om te kijken van kunnen we erin slagen om binnen een zekere bandbreedte een gezamenlijkheid te bereiken aan het begin van zo'n conferentie. Rob Jetten heeft enorm veel contacten wereldwijd en zeker ook in Europa op ditzelfde onderwerp. Het hele kabinet staat hier voor aan de lat. Liesje Schijnemacher. Uiteraard Sigrid Kaag, wereldwijde financieringsnetwerk. Alle ministers van Financiën die met elkaar samenwerken. Wopke Hoekstra, iedereen is er zeer nauw bij betrokken. Eén ding nog even over weerbaarheid. U had het net over die Nationale Veiligheidsraad, die is opgericht. Weerbaarheid is ook in Europa nogal een thema. De Europese Unie in het complex China, Rusland, Amerika en waar zijn wij eigenlijk als continent. Olaf Scholz is nu op dit moment nog in Peking. Eigenlijk een stap die niet echt begrepen werd door de andere landen. Dat hij daar die poging voor Europese soevereiniteit doorbreekt door in zijn eentje bij Xi langs te gaan. Snapt u Scholz nog? Ja, dat snap ik. En Duitsland heeft natuurlijk ook bijzondere economische belangen en maakt ook gebruik van dit bezoek om een aantal aangelegen punten op het terrein van de mensenrechten over te brengen. Dus ik behoor niet tot het koor criticasters. Het is wel van belang dat je daar als Europa zoveel mogelijk gezamenlijk in optrekt. En mijn opvatting is dat Europa een speler moet zijn. Niet het speelveld, maar de speler moet zijn op het internationale wereldtoneel. En dat betekent dat we heel vaak nauw optrekken met de Verenigde Staten. Maar ook steeds ervoor zorgen dat we als Europese Unie ook een eigen visie hebben op hoe zaken zich moeten ontwikkelen. En dat brengt vraagstukken met zich mee van economische groei. Zeker ook in de hoogtechnologische sectoren is dat van groot belang. Het brengt vraagstukken met zich mee van in hoeverre wil je de afhankelijkheid van andere delen van de wereld verminderen. Zoals we die gezien hebben tijdens corona bijvoorbeeld. Bij allerlei medische hulpmiddelen die we daarvoor nodig hadden en protectiemiddelen. En dat brengt ook vraagstukken met zich mee van de bescherming van je economie en je industrie. Dat zijn allemaal strategische vraagstukken die we met elkaar onder ogen hebben te zien. Ja, en dat Macron en Scholz hier met elkaar praten, kunt u daar dan nog een rol in spelen als Macron vriend en Scholz
kenner. Ze praten met elkaar. Ze hebben vorige week woensdag 3 uur lang geluncht in Parijs. Ja, ja. Maar er werd niet veel gezegd, begrijpen uit de berichten. Ik heb andere informatie dat zij een goede lunch hebben gehad. En dat is ook belangrijk dat deze twee grote economieën goed samenwerken. En dat zullen wij altijd proberen te bevorderen. Oké. Okay. Ja. Ik zeg gewoon een vraag bij Van Groningen. Dus misschien de microfoon even die kant op. Ja, meneer Rutte. Is Nederland vol? Ik vind dat een term die echt niet omschrijft de ingewikkeldheid van het hele vraagstuk. Dat is voor mij altijd een soort verplatting van het vraagstuk waar ik niet veel mee kan. Dylan Jessicus zei iets vergelijkbaars, las ik terug bij het vertrek uit algemene zaken. Maar er doen zich wel grote vraagstukken voor op dit moment ten aanzien van migratie. Dat raakt trouwens dan het hele migratievraagstuk. Dat raakt studenten, arbeidsmigratie, uiteraard asielmigratie. En die zijn we als kabinet ook indringend in kaart aan het brengen. Ja, want volgend jaar is de prognose, groeit het aantal asielzoekers dat zich meldt in Nederland naar 50.000. Mm-hmm. Kan Nederland dat aan, dat getal? Dat is een heel hoog aantal. Ik ga daar geen politieke uitspraak over doen. Maar het is een heel hoog aantal, wat ook enorme druk zet op het asielsysteem. En in samenhang met die bredere vraagstukken rondom migratie, hebben we dat ook met elkaar te bezien. Dat doen we ook als kabinet. Daar gaan we ook indringend mee verder om ervoor te zorgen dat hele proces weer beheersbaar wordt. Ja, toch even, want een collega van u uit het kabinet had al een keer gezegd in een interview, er is een grens aan de groei. Wat is uw visie daarop? Wanneer zeggen we, nu kan er echt niemand meer bij in Nederland? Of nu moeten we echt maatregelen nemen omdat die groei loopt uit de klauwen? Je kunt dat niet precies op een cijfer plakken, maar er zijn natuurlijk vraagstukken van vraagstuk wat de samenleving bereid is te accepteren. En dat zal ook afhangen van je politieke oriëntatie, waar je dat precies legt, dat punt. Uh-huh. En de opvatting erover, ik denk dat er in Nederland in algemene zin sprake is van breed draagvlak om mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld op te vangen, mits die aantallen beheersbaar blijven. Mits we dat als samenleving ook met elkaar... Is 50.000 beheersbaar? Maak me even af. Ja. Mensen dat ook als samenleving met elkaar onder controle kunnen houden. Ik ga nu niet die getallen becommentariëren. Ik wil, als ik daar commentaar op geef, ook kunnen zeggen hoe we daarmee verder gaan. En dan vind ik het ook van belang om dat te blijven bezien in de bredere context. Is het denkbaar dat Nederland ooit aan allerlei verschillende categorieën, mensen die hier komen studeren of mensen die hier asiel zoeken of wat dan ook, dat daar een grens aan komt? Dat u zegt, nou, een plafond zoveel en niet meer voor een jaar? Ik ga niet vooruitlopen op besluitvorming. We zijn echt met elkaar in het kabinet bezig om te kijken naar het hele vraagstuk. Nogmaals in de brede context. En ik vind het altijd verstandig om pas te vertellen hoe we daarmee verder gaan als we daar ook verder mee zijn. Nog één vraag. Die spreidingswet of dwangwet, zoals die eerder ook al werd genoemd, waar blijft die nou? Daar wordt ook hard aan gewerkt. En die hopen we snel af te hebben. Maandag? Zo snel mogelijk. Maar hoe kan het dat het zo lang duurt? Ik bedoel... Ja, maar ook daarvoor geldt dat ik het prettig vind om pas iets te vertellen als het af is. Ja. En terwijl de soep staat te koken, niet te veel commentaar te geven op die soep. Nee, maar goed, maar die soep had al 2 keer af moeten zijn. Het is waar dat we een paar deadlines gemist hebben. Daar heeft u gelijk in. Klopt. Okay. Ik wens u al een heel fijn weekend. Dank u wel. Sorry? Had je nog een vraag? Nou, tot slot nog NOS. Afsluitend. Ja, dat is... Maar misschien was ik wat te subtiel. Ja. Had subtiel, nog subtieler gekund. Dank u wel. Fijn dat het nog even kan. Waarom weigert Nederland de complotdenker David Icke? Ja, zoals ik weet is dat een verzoek geweest van Amsterdam. Die wilde weten, of Amsterdam heeft op een gegeven moment gezegd van we willen weten van de IND hoe het precies zit. En de IND heeft ernaar gekeken en dat heeft geleid tot deze conclusie. Ja, en wat precies de conclusie is en wat er dan voor gronden voor zijn, het is een individuele casus. Daar kan ik niet op ingaan. Ja, maar het is een ingewikkelde afweging tussen de vrijheid van meningsuiting en dus kennelijk de belangen van openbare orde. Nogmaals, hier was echt sprake van dat Amsterdam aan de IND heeft verzocht te onderzoeken of het mogelijk is om deze persoon de toegang tot Nederland te ontzeggen. Dat heeft de IND gedaan. Daarover is toen de staatssecretaris Erik van den Burg over geïnformeerd. Maar het is een individuele casus, wij kunnen er nooit inhoudelijk iets over zeggen. Ja, maar goed, Erik van den Burg, de staatssecretaris, die zegt er is in Nederland geen plek voor antisemitisme. Klopt, en complottheorieën, et cetera, dus zeker geen antisemitisme. Maar dat is in algemene zin een uitspraak die je kan doen, maar ik kan niet ingaan op wat precies de gronden zijn in dit geval. Want dat is echt individuele casus. Maar is de inhoud van wat iemand hier mogelijk gaat vertellen reden om iemand te weigeren? Nou ja, wat hier natuurlijk speelt bij Amsterdam ook, is de zorg over de openbare orde en veiligheid. Vanwege het feit dat complottheorieën kunnen aanzetten tot onverdraagzaamheid en antisemitisme. En ook haat. En uiteraard willen wij niet dat die antisemitische opvattingen van deze man in Nederland worden verspreid. Maar goed, dat zijn allemaal politieke opvattingen. Juridisch is aan de orde dat Amsterdam zegt, we willen gewoon weten
Is het mogelijk om die man te weigeren? Nou, op grond daarvan heeft de IND rapport uitgebracht van Van den Burg en dat heeft geleid tot dit besluit. Maar nogmaals, ik kan niet op het concrete geval ingaan. In algemene zin kun je van alles zeggen wat ik net deed over zijn gedachtegoed. Ja, maar wat u nu zegt geeft al aan hoe ingewikkeld die afweging is. Want politiek kun je iets afwijzen, maar dat hoeft geen reden te zijn om iemand te weigeren. Zo dus is het, want er zijn heel veel mensen in Nederland die ik politiek niet meer eens ben en die ik niet weiger. Ja, hoe gek deze ideeën voor een hoop mensen ook kunnen zijn, toch is besloten hem te weren. Is dit dan geen glijdende schaal? Nee. Nee, hier zijn gronden voor en die zijn precies onderzocht. En Amsterdam heeft gevraagd, onderzoek dat. Is het mogelijk om hem de toegang te weigeren? En op grond daarvan heeft de IND ernaar gekeken. Dat heeft geleid tot dit besluit. Nogmaals, daar kan ik verder niet op ingaan wat daar dan onder ligt. Maar in algemene zin kun je natuurlijk van alles zeggen over deze man en zijn ideeën. Maar dat is een politieke opvatting. Ja, het dat risico staat nog even los van het formele, van de formele besluitvorming bij de IND. En dan gaat het dus om het risico op relletjes in Amsterdam. Ja, dat is ongetwijfeld een reden geweest voor Amsterdam om deze vraag te stellen, neem ik aan. Maar dat zou je bij de Amsterdam moeten checken. Dank u wel. Ja. Nogmaals, een heel goed weekend. Goed weekend, dank.